Hi allemaal, wat leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Johan en ik ben hier namens Goetuno Zwijndrecht. We zijn hier aanwezig bij het loket in Zwijndrecht en we gaan even kijken wat de leerlingen van voeding vinden. De pauze gaat bijna beginnen, dus let's go! We hebben hier heel veel lekker eten. De een heeft meer calorieën dan de ander. Ik weet hoeveel erin zit, maar weten de leerlingen het ook? De pauze begint zo, dus let's go! Ik heb twee dames hier gevonden. Ik ga even kijken wat zij ervan af weten. Hallo dames, stel jezelf even voor. Oké, dames, ik heb hier vier dingen. Ik heb een broodje gezond, een tosti, een broodje kaas en een frikandelbroodje. Aan jullie de vraag, waar zitten de meeste en waar zitten de minste calorieën in? De meeste in een frikandelbroodje. De meeste in een frikandelbroodje, zeg jij, wat zeg jij? Oké, en waar zitten de minste calorieën in, denk je? Broodje kaas. Broodje kaas. Oké, ik heb goed en slecht nieuws. In een frikandelbroodje zitten inderdaad de meeste calorieën, maar in een broodje gezond zitten de minste. Ik heb hier een schaal met drie verschillende items. Ik heb een tosti, een broodje kaas en een frikandelbroodje. Nou, het zijn drie dingen. Nu is mijn vraag voor jou. Waar zitten de, nou laten we zeggen, waar zitten de meeste calorieën in? Frikandelbroodje. Waar denk je dat de minste calorieën aan zitten? Broodje kaas. Oké, nou ja, goed en slecht nieuws. Je hebt het goed waar de meeste calorieën in zitten. Dat was inderdaad het frikandelbroodje. Maar schrik je ervan als ik zeg dat in dat broodje kaas meer calorieën zitten dan in de kost? Ik heb weer een jonge dame gevonden die mee wil werken, dus we gaan even vragen of ze weet hoeveel calorieën erin zitten. Ik heb hier twee dingen. Ik heb een broodje kaas en een frikandelbroodje. Waar zitten de meeste calorieën in? Die moet je wel goed hebben. In het frikandelbroodje. Oké. Nou, frikandelbroodje heeft de meeste calorieën, denk je. Dat klopt inderdaad. Hoeveel calorieën zitten erin? Als je het goed raadt, dan mag je iets uitkiezen. Als je in de buurt zit. Hoeveel denk je? Ik denk ongeveer 1000. 1000. Ja, dat is wel echt heel erg veel. Iets lager, ook nog eens een keer. 500. Oké, nou dat zit al meer in de buurt. Til maar op, dan zie je hoeveel erin zit. Nou, 425 calorieën. Je zei 500, dus die zit er in de buurt. Ik ben hier gekomen om jullie even een paar minuutjes te lenen, want ik heb een paar korte vragen voor jullie. Ik heb hier een zak met appels en ik heb hier wat marsen. En ik ga je altijd vragen stellen en degene die het antwoord goed heeft, die mag iets uitkiezen. En dan is het aan jou of je voor het onverantwoorde kiest, dus een mars, of het verantwoorde een appel. Hé, maar dan wil ik wel meedoen. Maar dat mogen jullie allemaal zelf weten. Als je mee wilt doen, dan moet je daar gaan zitten. Want degene die daar zitten, die doen het niet mee. Nou oké, het zijn 4-5 kleine vraagjes, dus we gaan er snel doorheen. Oké, allereerst een inkoppertjes. Wat heeft meer calorieën? Mars of een mars of een appel? Roep maar. Mars. Wil je mars of een appel? Mars. Oké, gaan we verder. Okay. Hoeveel appels staan gelijk aan de mars qua calorieën? Dus in de mars zit een bepaalde hoeveelheid calorieën. En hoeveel appels kan je eten om aan dezelfde hoeveelheid calorieën te komen? Roep maar. 10? 3? 15. 3, wil je een appel of een mars? 15. Jullie kiezen allemaal mars. Ik wacht op degene die appel kiest natuurlijk. Hè? Maar goed, dat mogen jullie zelf weten. Oké, dus zij had gelijk. Inderdaad, je kan 3 appels eten. En dat is dan dezelfde hoeveelheid aan calorieën als een mars. Hoeveel komkommers staan gelijk aan de mars? Doe maar. 5. 5, 2. Wie wil een appel? Wat een chaos en wat een enthousiasme. Leerlingen van het loket, heel erg bedankt voor jullie medewerking. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet te liken, te delen en te abonneren. Ik ga er vandoor en ik zie jullie bij de volgende. Ciao!